ABC. De speler die deze kaart heeft getrokken bedenkt een meerkeuzevraag. Deze vraag mag algemeen, wetenschappelijk of persoonlijk van aard zijn. Hierna geeft de speler 3 antwoordmogelijkheden op deze vraag, waarvan 1 antwoord de juiste is. Medespelers beantwoorden de vraag met het aantal vingers dat correspondeert met A, B of C. Om het duidelijk te maken, volgt hier een voorbeeldspelletje. Met wie ben ik vorige week naar bed geweest? A. Marie, B. Kiara of C. Pablo's zusje? De puta madre. De speler telt af en daarna moet iedereen reageren met een antwoord. 3, 2, 1. Het goede antwoord was C. Pablo's zusje. Pablo heeft het spel verloren en moet 3 strafzetten lopen.